rug nummer 4, onze captain Dirk Muis. Zijn rug nummer 5, Julius Duit. De 6 van Mirko Smier. Met rug nummer 7, Damon Schraat. Met rug nummer 8, Dennis van Duiven. De 10 van Stan Haanstra. Met rug nummer 11, Marlon Luchtenberg. Het wedstrijdverslag rustig gaan beginnen. We hebben eigenlijk al twee momentjes gehad. Het eerste moment was de overtreding op Kesley Den Haag. Wat redelijk heftig was. Het tweede moment was een schot van Jurjan van der Brink. En het is Staphorst wat opnieuw uitbreekt. Montero, die laat die bal even van zijn voet afspringen. Is het weer van der Brink. Nee, in dit geval was het Haanstra die de bal op de goal van Anton Joly kon afvuren. En het is Staphorst wat daar duidelijk de druk er meteen bij Sportlustop gaat zetten. Ze op zoek naar Meijering. En nu is het Bergfans die gaat schieten. Die gaat schieten. Ja hoor, 1-0. Het is 1-0 voor Sportlust door Mali Bergfans in de 6e minuut van de wedstrijd. Ja, en dat is natuurlijk een lekker begin. Sportlust 46 voor 0-1 voorsprong. Doel te maken nummer 19, Mali Bergfans. Heerlijk begin voor Sportlust. Benda die brengt hem laag in. En dan is het opnieuw een hoekschop. Bal verdwijnt net voor de eerste paal over de achterlijn heen. En dan is het Meijering op snelheid. Meijering gaat op snelheid. En dan is het een strafschop. Het is een overtreding van Engbers. Die pakt Meijering op in de 16. En dat doet hij met een prima genomen strafschop. Is het Mo Bendadi die de stand op een 2-0 voorsprong brengt in de 14e minuut. Den Haag terug, de bal ontvangen, Jansen. Jansen speelt Bergfans aan, moet die bal binnenhouden. En dan is het Joshua Patrick die de bal op het hoofd krijgt. En weer een schot. Nu van Bendadi. En dan is het Schrever die een gele kaart krijgt vanwege het maken van Hens. Schrever. Andere kant gezocht. Ruimte bij Jansen. Jansen. Schot. Prima redding van doelman Maats. Prima schot van Martijn Jansen. Maar Maats kon zijn handje er tegenaan krijgen. En dan is het een hoekschop voor Sportlust. Onderschept de terugspeelbal van Verheul. Meijering. Legt hem neer bij de tweede paal. Daar had eigenlijk Joshua Patrick moeten komen. Maar die was naar binnen toe gekomen. Den Haag met de goede beweging. Kan op de goal af. Patrick. Die bal is net te scherp. En dan is het de bal spelen volgens de scheidsrechter Tissing. De voorzet van Meijering is te ver. En het is Joshua Patrick die op de grond blijft liggen na het duel. Swiers. Verheul. Gaat de bal naar Schra. Die legt hem dan voor. Ja, ja hoor. En dan is het 2-1. En dan is het de doelpuntenmaker van de Brink. Die in de 36e minuut Staphorst op een 2-1 stand weet te brengen. Patrick. Patrick met het schot. Wordt goed gekeerd door Maats. Geblokt door Meijering. Nu rustig teruggekopt door de Muis. In de handen van Maats. Weet de bal te brengen bij Van der Brink. Bal voor. En dan is het Van der Voort die de bal opruimt.
Maar het is Staphorst wat in de aanval blijft. En nu is het een balletje. Ja, het is goed dat Anton Joly daar zijn handje nog tegenaan doet. En dan is het Patrick onderweg. En dan is het Muis die Patrick onder de grashode stopt. Daarvoor een gele kaart krijgt. Wedstrijd weer in beweging gezet. Mulder kopt die bal weg. Dan is het Muis. Anton Joly. Krijgen we een doeltrap. Volgens het arbitrale trio werd die bal niet meer aangeraakt door een sportlustspeler. En is het weer even rust in de 16 van Sportlust. Van Duinen. Schot. En is het de redding van Anton Joly. Moest die bal wel lossen. Zoekt Almadi. Almadi verovert de bal. En dan is het de Wit. Oh, en dan gaat hij via de paal gaat hij nog uit de goal. Het was de buitenkant van de paal, maar daar was Sportlust dan wel dicht bij de derde treffer. Duit met de verre inworp. Wordt doorgekopt. Ja, dan komt die bal nog voor de voeten van Emiel Kwant. Ja, en dat zijn van die situaties. Ja, die bal die kan zomaar een keer goed vallen. En dan haalt de thuisploeg nog een puntje weg. Nu komen we niet verder als de doeltrap van Romero Anton Joly. Is dat die? Probeert het ook in één keer en dan is het goed dat. Dan is het goed dat Maats die bal aantikte, wou ik zeggen. Maar de scheidsrechter denkt dat de bal zomaar voor de goal langs ging. Kwispel. Goed op het hoofd van Jansen. Dan is het Anton Joly. Die bal, weet die bal wel weg te stompen. Nu moet hij ingrijpen. Ja hoor. Hij heeft hem vast prima gekiept door Anton Joly. En natuurlijk pakt hij even zijn momentje. Natuurlijk pakt hij even zijn minuutje. Krijgen we nog een blessurebehandeling. Is dat die naar Jansen? Almadi, is dat die? Almadi. Isati naar Bendadi. Bendadi. Naar Almadi. Oeh, en dan is het Maats die de bal nog precies voor de doellijn weet te keren. En dan is het Anton Joly die de bal in zijn handen heeft. Weggekopt door Metalsi. Duit brengt die bal nog een keer in. Is het Muis? Weet de bal door te koppen. Is het een rommeltje, maar dan is het Almadi. En dan is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Tissing. En is het Sportlust wat zijn eerste competitiewedstrijd wint van VV Staphorst. Een goed begin voor Sportlust. De eerste drie punten van dit seizoen zijn binnen. Volgende week zaterdag speelt Sportlust thuis tegen het gepromoveerde Urk. Uiteraard is Sport Insight daar weer bij aanwezig. En zien wij u graag terug bij de sportzender van Sportlust, Sport Insight. Graag tot volgende week en een heel fijn weekend.